Welkom bij het eSport Nieuws. Deze week is ontzettend veel gebeurd. Ik ben FIFA 16 wezen kijken in het PSV-stadion. ESL Benelux is naar buiten gekomen met nieuwe toernooien. Er is een ESL One geweest. Een bepaald team mag niet meer meedoen met CSGO om een sponsor. Het is YouPorn. En het LCS transferseizoen is begonnen. Ja Marcel, welkom. Wat een bewogen week was het op allerlei fronten. Het was druk. Hectisch druk. Het was hectisch druk. Dat heb jij als e-sports verslaggever natuurlijk wel mee. Slash fanaat natuurlijk wel ook druk mee geweest. Ja, ook. Behoorlijk druk. En het was eigenlijk, de drukte begon eigenlijk de dag nadat wij onze e-sports aflevering opgenomen hadden. Ja, wij nemen dit altijd op maandag op en op dinsdag werd aangekondigd dat de ESL naar de Benelux kwam. Op woensdag kwam het e-sports nieuws. Zat het dus niet in, onze excuses ervoor. Maar we gaan het er nu uitgebreid over hebben. Ja. ESL komt naar de Benelux. Ja, en het is super vet. Dus ja. We gaan toernooien krijgen in de Benelux. Ja. En dus heel veel Nederlandse, ja, dat biedt heel veel kansen voor Nederlandse e-sport. Ja, en voor GamesNet, want we gaan teams sturen ook. Bedankt ook ESL dat je iets zo laat hebt aangekondigd. Dat we nu nog lekker de tijd hebben om teams te vormen. Het is, het is waarschijnlijk een beetje gericht op de al bestaandere e-sport teams. Ja, het is flauw, want dit is juist voor ons, want het begon een beetje als een grapje. Ik had een tweet eruit gegooid met een hele slechte Photoshop van een t-shirt waar we in zouden kunnen spelen. En er kwamen allemaal reacties en nog vettere t-shirts werden er gemaakt. Dus nu gaan we dat ook echt doen. Die nieuwe t-shirts waren wel echt... Die waren wel heel mooi. Mooi, dus, en mijn belofte aan jullie is als de Gamershot teams zo ver komen dat ze ook echt live op plekken gaan spelen, dan komen die shirts er ook echt. Dat vind ik een mooie belofte. Dat is onze belofte aan jullie. Ja. En welke teams wil je dan eigenlijk gaan doen? Nou, op dit moment hebben we Hearthstone spelers. We hebben echt een hele goede Hearthstone speler, ook Remy. Ja, absoluut. En we zijn bezig met een CSGO team. Die krijgen heel snel bericht, maar omdat het allemaal zo snel moest. Wij stonden afgelopen weekend op Elvia. We hebben er nog geen tijd voor gehad, maar we hebben ze net geselecteerd. Druk. Ja. En Michael, onze stagiair, die CSGO speler is, die is nu boven background check aan het doen. Dus we zijn nou... de background check. Maar goed, we verwachten niks deze eerste keer, maar we gaan het gewoon zien. Ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik ook. Dus superleuk. En mocht je zelf willen meedoen, check even het bericht hieronder. Want we willen nog graag een League of Legends team, maar we hebben niet genoeg goede mensen. Nou ja, en niet, zeg maar, er hebben totaal op zich 5 mensen aangemeld. Ja. Dus heel veel dezelfde rollen, dus het is een beetje lastig, zeg maar. Dus als je League of Legends speelt... Maar ook als je CSGO speelt, hè, liefst heb ik 15 teams. Ja. Straks zijn ze allemaal door. Oh, allemaal ja, door 45 man shirts drukken. Prima, ik doe het met liefde, serieus. Ja. Gelukkig. Door. Ja. Want ik was deze week ook bij, in het PSV-stadion, gisteren zelfs nog eigenlijk. Super vet! PSV, ons clubpie. Ja, ik ben Rotterdammer. Ik ben Rotterdammer en ik gun Feyenoord ook de wereld, want dat is toch ook een stad. Kostingels heb Tim het vol. Heel leuk. Vet hè? Maar goed, jij was in het PSV-stadion voor FIFA. Dat klopt ja, want er werd dan namelijk een FIFA-toernooi georganiseerd in het PSV-stadion. En de finale werd gespeeld op het grote scherm op het veld. Vet. Dat was echt hartstikke gaaf. Dat is zo'n groot Philips-scherm toch? Nee, het was een opblaasbaar scherm was het. Het was geen Philips scherm. Oké. Heb je beelden? Ik heb daar shotjes van. Ik heb niet gevlogd, maar ik heb wel heel veel sfeerbeelden. Oké, nou die zie je nu denk ik. Ja, ik heb sfeerbeelden gezien. Er is ook nog behoorlijk wat nieuws vanuit de League of Legends scene, want de LCS is momenteel uit, ze zijn klaar, ze hoeven niet meer te spelen. En dat betekent eigenlijk dat het transferseizoen is geopend. En ja, er zijn een aantal belangrijke transfers die gaan plaatsvinden, of die zijn in ieder geval in ontwikkeling. Ja. Dat vind ik nog wel apart, want Yellowstar, het is de support van Fnatic, de oude support van Fnatic, die is overgegaan naar North America afgelopen seizoen. Leuk. En die wil nou weer terugkomen. Oh, die wil weer terug naar zijn eigen stekkie, Europese Unie. Beetje heimwee of zo, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ja, die kon niet zo goed met elkaar vinden, een team. Okay. En even over Europa gesproken, Forgiven, die gast met die dienstplicht en zo, die gaat waarschijnlijk ook uit H2K. Waarom? Ja, ze hadden een persbericht, de site had een persbericht erop gezet waarop ze hadden gezegd van hé, het ligt niet aan zijn dienstplicht, die hij dan nog moet gaan vervullen. Het lag ook niet aan dat hij het slecht was, zeg maar het boterde blijkbaar niet zo goed met het team. Oké, hij was niet te lelijk. Waarschijnlijk wel. Hey, hoe zit het met transfers? Want we doen, jij doet heel een beetje stoer van ons, de voetbal. Maar is er een transferperiode ook? Mag het tijdens de wedstrijd? Nee, je vaste rooster, heet dat dan, sorry. Die moet je zeg maar van tevoren inleveren. Dan mag je volgens mij een aantal extra spelers opgeven als vervanging, dus dat kan wel. Maar het is niet dat je in één keer kan zeggen van, oh ja, trouwens, we hebben hier 3 midlaners uit Korea en gaan we spelen, weet je wel. Want ik weet bijvoorbeeld bij Benelux nu, er moeten dan minimaal 3 of 4 Nederlanders in zitten, dat is dan hier. Of Nederlandse uit Benelux. Uit de Benelux zelf, ja. Maar hoe is het met de bedragen die erin omgaan? Is het echt transfersommen? Nou,
ze zijn er wel een beetje geheimig over, zeg maar. Okay. De contracten liggen niet zomaar op tafel, zoals de loonstrookje van de keeper van Feyenoord volgens mij, ja, een jaar geleden. Maar daar worden wel flinke bedragen, die gaan erin om, ja. Okay. En vooral als er nog contracten lopen en zo'n team als, als hoofdsponsor G2A, ja, die zegt, ja, die boeit het eigenlijk niet zoveel, die komen gewoon met heel veel geld aan. Ja. Die kopen gewoon zijn contract uit, laat ze spelen voor onwijs veel salaris overkomen. En dan, ja, dat vind ik wel belangrijk, want ik ben binnenkort de technisch directeur van een nieuw team, dus ik moet daar natuurlijk een beetje van op de hoogte zijn straks. Je wil gewoon je eigen zakken gaan vullen. Nou eigenlijk, ja, dat niet, juist niet. Wel, ja, salaris en zo. Het zou wel mooi zijn als jij een mooi kweekvijvertje wordt voor talent. Dat zou mooi zijn. Ja, ja. En over kweekvijvertjes gesproken, dat is een mooi bruggetje. Cloud9, een heel goed team in Amerika, die wil graag een challenger team starten. En die willen ze gaan vullen met oude spelers, zoals Lamination, die is nou de hoofdcoach nog bij de huidige Cloud9. En met High en Bals, dat zijn de toplaner en dan support nou. Ja. Die willen ze terug gaan zetten naar de challengers. En die willen dan met hun willen ze dan een soort, ook een soort kweekvijvertje gaan maken. Oké, dat ze bij die oude garde een paar jonge garde. Ja, precies. Want inderdaad, High, ja, Bals en Lamination echt al oude, bijna zeg maar klare bijna spelers. Bijna dood. Bijna ja, dood, ja. 30 of zo. Nou, eind 1920 volgens mij. Ja, precies. Maar die gaan dus naar de Challenger League willen ze gaan doen. Dat is redelijk apart, want je mag niet, er zijn regels, je mag niet twee keer hetzelfde team in de hoofdfase hebben. Okay. Dus jij een Cloud9 hoofd en een Cloud9 Challenger hebt, die mogen niet samen in één competitie spelen. Dus we weten nog niet precies hoe ze dat gaan doen, want het kan zijn dat ze dan hun team... want ja, je kan de goede spelers uit dat team dan overhalen. Jawel, jawel, dat sowieso, maar ik bedoel, als ze winnen, dan moet je je plek verkopen. Ja, dan kunnen ze geld mee verdienen. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een soort verdienmodel met hoe ze het gaan doen. Tenminste, zo komt het een beetje op mij over. Ja. Ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden, want het is een beetje raar als ze daar gewoon drie oud-pro's in zetten, terwijl ze zeggen dat ze een kweekvijver willen zijn. Ik bedoel, dan zet je er 5 nieuwe mensen neer en niet 3 mensen die... Nou, of in ieder geval 4 nieuwe mensen en 1 oud gediend. Ja, of dat in ieder geval. Ja, precies. Ja. Dus het is een beetje raar. Aftasten wat ze gaan doen het volgende seizoen. Nou, cool. Ja. Nou, er was deze week ook een ESL-1 in Manila. In de Filipijnen. Op de Filipijnen. Oh, heerlijk. Ja, we zouden graag willen zitten. Lekker weer. Ja, was prima te hoeven. Dota 2 is dat is daar gespeeld. Dat klopt, ja. Ja. Weet je wie er gewonnen heeft? Ja. Wie dan? Nee, dat is de speaker. Nee, wie? De Wings. De Wings. Ja, dat is een beetje raar, want het zijn de Chinese, ze zijn doorgekomen door de Chinese qualifier. Ja? Bij ESL Ones heb je altijd een groep die komt via de qualifiers, zeg maar. Dus gewoon teams die in elkaar spelen. En je hebt een aantal die uitgenodigd worden. De teams die uitgenodigd worden zijn meestal, die hebben heel veel gewonnen. Hele goede teams en dat. En dus Wings Gaming, die heeft dus gewonnen vanuit, ja... Die heeft Team Liquid verslagen met 3-0 ook nu eens. Oh, dus ze kwamen vanuit niets eigenlijk? Nou ja, ik had ze, om heel eerlijk te zijn, ik volg Dota niet zo heel erg veel, maar wel een beetje. Ik had nog nooit van ze gehoord. Ja. Wings Gaming. Nee, maar ze hebben nou wel een lekkere prijzenpot binnen. Die hebben nou gewoon $100,000 verdiend. Nice. Dat is behoorlijk veel. Leuk man. Ja, wist je trouwens dat er ook, er was ook een heel groot Red Bull Community heet het, Red Bull Community. Ja. Dat is zeg maar vanuit Red Bull een fighting competitie. Ja, met Street Fighter. Ja, klopt ja. Ja. En daar heeft Infiltration aan gewonnen. Alleen dat vind ik dat zo apart, want weet je wel, Dota is nog steeds hele grote prijzenpotten. Ja. Hoeveel denk je dat Infiltration gewonnen had? Ja, 15? Nee, 6. 6.000 euro. Ook mooi, kun je lekker naar de McDonald's verkeer. Nou ja, precies dat. Ja. Dus dat was wel, ik vind maar het verschil Street heel Fighter, groot. Ja, de Street Fighter is natuurlijk niet zo groot. Tenminste wel bij de mensen thuis, maar niet op e-sports vlak. Ook wel, maar ook weer niet. Het zit er wel aan te komen, denk ik hoor. Ik hoop het. Het wordt steeds professioneler. Iedere keer als ik naar kijk, denk ik wel van, wow. En ik heb een vriend van mij, die kijkt er heel erg veel naar. Die was helemaal enthousiast toen hij hem zag spelen, zeg maar. Yeah. Dus ik ga er sowieso nou een stukje onder knippen. Oké, vet. Harry, all of that. Takedo, not really. Oh, he punishes the sweep with a dashboard, grabs medium. This could be the end for Takedo. Infiltration jumps in again. That was a great block. I had no idea what side that was on. Wake up, forward jump. Oh my days. So much confidence. Not going to use the super there. Oh, he's ready for it. Could have extended. Overhead connect. And Infiltration. Dan hebben we natuurlijk het YouPorn debakel. Het was ook breed uitgemeten op gamers.nl, want dat is goed voor de kliks. Ja, precies. Altijd als wij nieuwsberichten iets doen met Redsuit of YouPorn, dan hebben we altijd heel veel views. Ik weet niet waarom dat is. Heel ik gek. Ik vind het ook een beetje raar. Ja. Ik ken de YouPorn nog helemaal niet, dus ik heb natuurlijk uitgebreid journalistiek onderzoek gedaan. Dat snap ik heel goed, ja. Ik kwam tot de conclusie dat het wel een interessante site was. Ja. Ik denk dat ze wel redelijke raakvlakken hebben met het publiek en de doelgroep. Ja, dat denk ik wel. Maar ik kende de site niet totdat ik Team YouPorn zag. Toen dacht ik, ga eens kijken. Ik had precies hetzelfde. En er kwam daar heel veel informatie binnen waar ik op dat moment ook echt heel veel behoefte aan had. Ja, bij mij was het wel, ik had informatie meer verspreid over de dagen, zeg maar. Ja, precies. Was veel informatie. Ja, heel veel. Heel veel. Man, als je die hele site door wil spitten, ben je zeker 2 dagen bezig.
Maar, wat is er? Ja, je hebt het net al uitgemeten website. Ik doe het hier nog heel even kort benadrukken, omdat gewoon YouPorn grappig is om te zeggen. Team JP, ja, of Team YouPorn ook wel, die mogen niet meedoen vanuit ESL. Nee. Omdat ze zeggen van ja, jullie sponsor is niet echt representatief voor de e-sport. Ja, flauw natuurlijk. En ik zag ook een reactie op gamesnet.nl van nou, als dit zo gebeurt, hoeft voor mij ook niet meer. Hoppa. Poot stijf houden. Mooi gezegd. Poot stijf. Ik vind het wel een beetje apart, want je hebt ook gewoon websites zeg maar, die dan zeg maar, met gokken, waar je op kan gokken, zeg maar. Die mogen dan wel, ja, maar dan zo'n YouPorn, terwijl ze eigenlijk van Team YouPorn, het klinkt heet zo raar. Niet YouPorn. Nee, Team JP heet het dan eigenlijk, of YP. Ja. En die hebben verder, het is niet dat ze naakt gaan spelen of zo, zeg maar. Die zijn verder hartstikke decent. Ja. Dus het is alleen een sponsor op een shirtje. Waar ze zo moeilijk over doen. Ja, ja. Ik vind het ook flauw. Het is een beetje wegkijken van wat gewoon we allemaal doen. Ik zou verwachten dat het wel redelijk geaccepteerd is momenteel. Ja, maar dat is dus toch weer niet zo. Want zij willen natuurlijk, de ESL wil natuurlijk ook dat e-sports gewoon naar de wereld brengen. Als in ook gewoon normale mensen hun leven en op de beeldbuis en zo. Daar zijn ze druk mee bezig. Ja, oké, maar goed. Maar goed, dan wil je voor het normale volk wil je net doen alsof je geen porno kijkt. Nee, ik snap het als je bij een Rocket League hebt, waar er meestal iets jongere spelers zitten, of een Call of Duty, dat je dan niet YouPorn als sponsor gaat gebruiken, maar bij een CSGO grappig team. Is dat, want Call of Duty is gewoon 18 jaar een oude game, maar dat wordt alleen maar kiddo's gespeeld. Ik wou net zeggen, als je die toernooi ziet, dan word je denk ik van jezus. Ja, echt bizar. Hier, ja, hoor. Dat merken we ook op de Tuk, als we Call of Duty hebben speelbaar hebben, dan komen er alleen maar kiddo's. Ja? Ja, heel raar. Super grappig. Moeten we allemaal wegsturen, dat mag niet. Even nog een nieuwtje tussendoor. Een speler in Amerika, een Call of Duty speler, die heeft even een Audi R8 gekocht. Nice! Dan denk je van, hoezo dat? Maar Call of Duty in Amerika is gewoon super groot. Ja, mensen groot. Verdienen echt tonnen aan salaris. Dus. Ja, Call of Duty is vooral in Amerika heel groot, ja, qua e-sports. Dus binnenkort zit ik denk ik in Amerika. Wat ben je zo goed in Call of Duty dan? Nou, de zombie modes. Ja, maar dat is geen e-sports ranking. Nee, maar dat komt nog wel. Denk je? Nee, daar ga ik voor zorgen. Oké, okay, nice. Ik denk niet dat het komt, maar als ik gewoon heel erg hard mijn best doe, ja, dan moet het gewoon lukken. Oké. Okay. Daar ben ik voor. Leuk. Ja. StarCraft 2. Ja, er is helaas weer vervelend nieuws vanuit de StarCraft hoek. Oh, ja, ik vind dit leuk. Ik hou hiervan. Jij geniet hiervan? Roddel en achterklap. Ja. Ik vind het prima. Het is inderdaad een beetje het shownieuws van... Ja. Je gaat niet geloven wat Patricia Pai nou weer heeft gedaan, ja, met StarCraft. Nee, een hele bekende speler. Live. Heel veel toernooien gewonnen. Die is betrapt op matchfixing. Er is een rapport vorige week uitgekomen. Daar werd hij een aantal keren benoemd. Hij zou, schrik niet, bedragen van $30.000 per wedstrijd hebben aangenomen om ze te verliezen, zeg maar, om ze te throw heten. Ja. Ja, als je serieus genomen wil worden als sport, dan moet dat er ook bij. Ja, nou, dat stond dus ook heel erg veel in de reacties eronder, om eerlijk te zijn. Zij zei, oh nou is e-sport is nou eigenlijk een echte sport. Is nou echt een echte sport, want zijn omkoopbedragen waren hoger dan de prijzenpot. Ja, ja, ik heb een beetje onderzoek gedaan en het blijkt als je zeg maar, wat er dan daar gebeurd was, is dat die mensen die zetten bijvoorbeeld $45.000 in. Of sorry, $13.000 in op een pot, die dan wist dat hij ging verliezen. En dat was dan een 1.5 uitbetaalratio. Dus dan had hij gewoon €15.000 winst. Ja. En dan deed hij de rest die dan die speler mee betalen. Ja, prima toch? Ja, weet je, ik vind het wel, het is heel erg apart. Dat is een hele grote organisatie. Want hij is echt de beste. Hij is voor zijn 15 is hij volgens mij wereldkampioen geworden. Ja. Hij is echt, je moet hem echt in bescherming nemen, zeg maar. Nee. Hoe kan het dan dat er iemand... Er is een oplossing en dat is de commercie. Je moet die jongen nog veel meer geld betalen. Hij krijgt te weinig betaald. Want als hij... Dat valt reuze mee. Net als Messi gewoon echt gewoon unlimited geld... Messi zou ze niet laten omkopen. Nee. Dus dan denk je, ja, dag. Waarom? Ja, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Ja. Die jongens moeten nog meer betaald krijgen. Ik vind het gewoon... Het is gewoon... Ja, ik vind het gewoon, die jongetjes moeten in bescherming genomen worden. Hij was 15 toen hij doorbrak. Ja. Dus dan ben je super beïnvloedbaar door iedereen en alles om je heen. En als jij van iedereen te horen krijgt, ah, iedereen doet het en je moet het gewoon doen. En, weet je wel, ja, die zijn er gewoon makkelijke vatbaarden voor. Als ik een 15-jarige tegen mij iemand zou zeggen van, hey, wil jij $13.000 verdienen? En als ik de prijzenpot van deze wedstrijd win, krijg ik $15.000. Ja. Nou ja. En nu heb je zoiets van, ja, dat verdien ik bij gamesnet in een dag. Ja, precies. Ja. Een half uurtje. Daarom. Is niks. Nee, ja, nee, misschien dus wel. Is, misschien moeten daar streng... Ja, goed. Je kan ook niet zeggen leeftijdsgrens voor e-sports onder de 18 nee, maar mag niet. Ik zeg maar, je moet vanuit de organisatie die mensen heeft, moet je een beetje... Maar wat zou ze dan moeten doen? Ik bedoel, als hij gewoon gebeld wordt door een guy, €15.000 en hij zegt ja, daar zit geen organisatie tussen, weet je. Dat... Nee, maar dat je zeg maar gewoon met die mensen gaat praten daarover. Ja, dat is gewoon bespreekbaar maakt. Je moet het niet... Ik weet niet hoe het in Korea dan is, want ik zit niet bij een hoog StarCraft team. Maar ik denk als je een beetje bespreekbaar maakt, dat je zegt van hé jongens, want hij is nou de rest van zijn leven wordt hij gewoon geband, hè? Ja. Hij kan nooit meer, hij is de beste speler ter wereld en hij kan nooit meer spelen straks. Ah, dat is ook prima, je moet ook gestraft worden, maar... Ja, maar dat gaat meer om van... Kijk, ja, nee, dat snap ik, maar dat gaat dus nu gebeuren. Kijk maar naar doping en nu met in de wielersport met mechanische doping, dan moet dat één keer fout gaan. Ja. En dan bam, dan gaan we er wat aan doen en dat is nou helemaal zo werkt de wereld. Het is de groei zeg maar die erin zit, hè? Altijd één stapje terug en dan weer twee stapjes vooruit. Voilà. Ja.
Maar zo onwijs bedankt voor deze week. Ja, was een mooi einde. Ja, was een mooi einde. Mooie aflevering. Met lokaal nieuws vind ik altijd heel erg leuk. Heerlijk. Hey jongens, maak er een fantastische Koningsdag van vandaag. Ja. Driewerf hoezee. En hoera. Inderdaad. En doe veel bewegen, want het is erg koud momenteel. Regen, sneeuw, hagel, onweer. En wij zien jullie volgende week. Ja. Tot dan. Tot dan.